Goedemorgen, mijn hondje. Bijna goedemiddag. Ja. Ja, lieve vrienden. Oh, hij wil er ook even op. Hij wil ook even gedag zeggen. Hé, ja nou. Ja. Och, godje dikkie. Hé, ja. Nou. Ja, goede... Nou, ik zeg vast goedemiddag. Ja, het is... Vrijdag 2 maart, het is 11:56. Ik heb koffie en ik heb een broodje. Mijn koffie staat hier, mijn broodje staat bij de computer. Vandaag komt natuurlijk Astrid en Chrissy. Chrissy gaat weer met mijn computer verder. We hopen dat we een leuke middag kunnen beleven met z'n drietjes. Tenminste, Chrissy komt misschien, dat is nog niet zeker. Maar we proberen wel een leuke middag ervan te maken. En ik hoop dat een ander dat ook gaat doen. Ja, het is prachtig mooi weer momenteel. Ja, het zonnetje schijnt, de hemel is blauw. Hier en daar wat bewolking, maar dat is lichte bewolking. Maar het stormt nog steeds en het is o zo koud. Mijn telefoon die gaf er net aan, dat zullen we even bekijken. Ik hoor mijn WhatsApp weer eens niet. Gaat weer lekker. Alles afsluiten. Het is min 5 en het voelt aan als min 16. Ja, niet lekker dus hè. Oké. Okay. Dus ja, dat valt tegen. Ik ben al buiten geweest, maar het is... Nee. Je blijft liever binnen met dit weer, ondanks dat de zon schijnt. Dus, als je er niet op uit hoeft, blijf lekker binnen bij de warme kachel. En dan is het beter te vertoeven dan buiten, hoor. Dat meen ik serieus. Het is niet leuk meer. Nee. Dus lieve vrienden, tot vanmiddag. Kijk eens wat mooi. En dat kreeg ik van Chrissy. Ja, omdat morgen het een jaar geleden is dat mijn mannetje gecremeerd is. Dankjewel, lieve schat. Is goed, meisje. Ja, daar ben ik heel erg blij mee. Ja, tranen in mijn ogen, maar ja. Gaat ook wel weer over. Maar super mooi. Nogmaals bedankt, schatje. Ja, lieve vrienden. Jullie hadden gisteren al de voorbereidingen gezien. En nu zien jullie het resultaat. Ik zeg zelf, het ziet er overheerlijk uit. Ja, ja. En dat gaan we nou lekker eten. Zowel mijn zusje Astrid, zowel ik. Tot later. Bye bye. Ja, lieve vrienden, ik heb dus weer een spiegel in elkaar gezet. Voor nu mijn zusje, vriendin Astrid. Ja, die dus eigenlijk niet gevlogd wil worden. Ze heeft wel weer de stem eens een keertje laten horen. Vandaag. Maar ja, ik ga dat niet maken waar ze bij is. Hè. Nee, dat doen we niet. Hij is natuurlijk nog wel smerig, ik moet hem nog schoonmaken, maar hij ligt nou helemaal te drogen. Ja, dat ik ben er weer blij mee, dat hij wel tot zover goed gelukt is. Ja, dat, ik heb meerdere steentjes, ik heb niet genoeg meer om nog eentje te doen. Dus verschillende kleurtjes. Dat, ik ben er weer super blij mee. En ik wens iedereen... Ja, dat was mijn hand weer. Ik ben zo blij hè, dat ik hem weer klaar heb, die spiegel. Ja, daar ben ik echt wel blij mee. Ja, eindelijk weer eentje gelukt. En ik hoop ook dat maandag Astrid er blij mee is. Ja. En ik wens voor iedereen een hele fijne avond toe. Ja. En degene die lekker gezellig televisie gaan kijken, veel kijkplezier. Ik zelf ga wel kijken. Ik ga naar de Voice of Kids kijken, dat vind ik leuk. En ik kom vanavond nog een keertje retour. Zeker weten. Tot later.
lieve vrienden. Kijk, lieve vrienden. Even wil ik jullie wel trusten wensen. Jullie zien half mijn huis. Maar ik richt naar buiten, naar de maan die daar aan de hemel staat. Dus ik zeg bij deze welterusten, slaap lekker, mooie dromen, gezond weer op en God zegen toegewenst. En tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!